we ben hier even drok dwaanderwest in de studio, want de Friese vlaggen die hingen hier. Ja, en wat ben ook krijgt die regels omtrent die Friese vlaggen? Hoe rennen de streken nou en hoe sjoggen die pompenbladen eruit? Nou, de orde 12 weken hadden we er al een paar keer over gehad hier in de midden van Friesland. En dat al hier een onlering van een beruchtje van Jan Kooitje. Nou, er zijn vlaggen die we nu doen. Er zijn meestal van die puntvlaggen. En daarvan rennen de blauwe strepen. Die rennen echt van de meest van boven naar onderen toe. Maar klik oorsom. En dat is geen Friese vlaggen, hoor. Nee, dat is geen Friese vlaggen, van Jan Kooitje. Nou, ik heb dan al contact gehad met een winkel in Friese producten. En de onderling daarvan, ik met een leverancier van die vlagjes. En nou ja, doe rek ik zelfs ik een beetje het paardbjusten. Want ik kreeg van iedereen een fotostastuurd van Sam had die dan wezen. Ik denk, ik kom er net meer uit. En daarvoor is nou in de studio Esger Touring. Helemaal. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Welkom, want daar wist alles over de Friese vlaggen. Ik heb er al wat tijd in stappen, dus ik denk dat ik een heel eind kom. Oké, waar komt die passie waar dan? Nou, die is al een heel skoft lien begonnen. Er had een tijd geweest dat .frl nog in de banners kwam stieren. En op een bepaald moment zei de provincie, we waren het net hoorn. Weet je toch het net zelfs, dus we besteden het uit. En via wat omzwervingen, wie er dus ik een Belgisch bedrijf die erop intekenen, woe. En nou ja, omdat ik er ik al een schoffer met waande ben, bellen die man dus mij op van, nou, vertel eens even, ik moet die .frl wok op inschrijven. Wat voor beeld je hebt erbij? Nou ja, dat is voor een Fries natuurlijk een inkapperke. Ja. Dat is natuurlijk de kleuren reert, blauw en wit. Ja. En als belangrijkste vorm natuurlijk het pompenblaar. Ja. Nou ja, die woorden dan wel graag, hè. Nou ja, als goede internetter ga je natuurlijk naar Wikipedia daar. Nou ja, en wat daar zegt, hoe spotten de trennen in mijn eigen. Oh, echt? Ja, dat wie gewoon het. Nou ja, ik zeg zoals dus, mijn dochter van. Nou, hoe hard wie is doe? Ik denk dat hier een strijder die het beter kent dan wat daarop stond. Dus dan ging je verder zitten. Ja, oké. Okay. En zo best die er een beetje in verdieping in, zeg maar. Nou ja, je verwacht je dat. Je wordt een die natuurlijk vlaggen en zulke soort vormen. Ik bedoel, het symbool van Friesland. Dat natuurlijk gewoon goed omschrouwen is. Ja. Nou ja, en als ziekers op Google of een zoekmachine. En als ziekers op Friese vlaggen. En nou ja, ik weet niet dat het in de genen zit dan. Maar wat je daar naar sjoggen. Dat liet het nergens op, dat liet het nergens op, dat liet het nergens op. En hier en daar. Wat klopt het er dan net? Mijn naam, het pompenblaar. Oké. Okay. Maar dat is toch gewoon zo'n ding met wat van die roentjes en roen aan de onderkant? Nou, was dus een soort jost. En dat is zeg maar de gestileerde. Die had dan ik. God, eer dat gebeurde bij. Lauwerstedt gebeurde. Hoe heet het? Culturele Haagstedt. Die. Dan is het gewoon een hele cirkel. En nog twee hele cirkels en nog een rondje erbij. Hmm. Maar ja, die is leuk. Ik heb wel volle ergeres, jongen. Ja. Ah, dat klopt, hè? De vlaggen die het achter daar hingen. Tot de meesten nou voor de televisie zitten, dan kissen die vlaggen hingen. Wij hongen hem op, niet krijgt. En dan zei dus, ja, dit pompenblad is net helemaal correct. Dus nou, waar ik net met je zei, dat hij net goed is. Hij is net goed dus. De Friese vlaggen die hier in de studio hingen, het net een goed pompenblad, nevens die. Nou, wat mankeert er, Ron? Op zijn Dave Friese, close but no cigar. Oké, wat is er mis, Mai? Dit is de smel. Die, als de inham, zeg maar. Ja, van de boppenkant? Van de boppenkant. Dat moet net een spleetje wezen. Die is vierste smel. Oké. Dus die dus hij is leuk, maar hij is net goed genoeg. Hij is net goed genoeg. Okay. Ik heb ze ergens, joh. Ja. Nou, letten we ze ervoor dadelijk maar bij, Helly. Want daar is het al helemaal begonnen. Jan Kooitje, die stuurde dus een appke. En die zei van, ik shuffle die vlagjes. Nou, dan ben ik belling in. Dat is de camera, hè? Dus dan zal ik ja, nou, dan moet de technicus even mooi schikkelen. Nou, wat dit is een van de vlagjes die wij thuis stuurd kregen hebben van een winkel die te Friese producten verkeert. Die winkel die zei zelf al, dit klopt het nevens mij net. Nee, deze is. Maar onleiding van uw telefoontje. Wat is daar mis, ik ga je twee. Er is iemand die skilt met alles. Het pompenblad, nou ja, die liet wel wat op het plaatje van Wikipedia van destijds. Maar voor de rest, in ieder geval, de treien, witte baan en de zon, rare pompenbladen, die zitten erin. Als het een vergelijk is met de vlag, is ik dat de hoek net helemaal goed is. Dus hij gaat te scannen naar beneden. Te scannen, ja. Omdat het een puntje is, he, je moet er een beetje omgrijpen om het passen te krijgen. Maar hij is wel, zoals Jannik zei, hij begint boppen die streken en hij rint naar onderen. Gaande banen. Oké. Ja.
We leren heel soort van dan heb je die oren. En nou ja, had je dan een keer Fries binnen, begin je saa. Maar dat is nog volle erger dan... De pompenbladen op de kop. Dus dat ken al heel en dan. Nee. Maar ja, dan ga je het saa en... het wordt hem net. Het wordt hem net. De baan die ging van linksonder naar rechtsboven voor de luisteraars. Ja. Ja, en dat jet net zo. Dat jet net zo. De pompenbladen die skillen net alles. Die liet je wel een beetje op dat culturele hoofdstad gebeuren. Ja, ze zijn inderdaad wat breder van boven. Dat ze hem daar van broek houden. Vindt jammer, maar is niet goed. Nee. Nou weet ik, uw betrouwbare bron, want ik heb ik maar de leverancier bellen. Dit vlagje wordt makkelijk in Sri Lanka. Nou ja, dat verklaart al in Noorden. Die hebben vast nog net van Friesland gehad. Nee, maar dit moet gewoon verbeerd worden, even zij. Nou, van links onder naar rechts boven, dat is... als je de vlag op een kop hing, dat kan je nog weer rugdraaien. Mm-hmm. Maar ja, deze die is gewoon... het wordt hem net. Dat kan net. Nee, het ligt niet in hooi. Want waar staan die streken en die pompenbladen ook recht vooral in die Friese vlaggen? Nou, er hebben allerhande verhalen wel oer. Het is natuurlijk op zo'n moment komst op historie en heraldiek en dat soort spullen. En vlaggen is eigenlijk echt iets van de laatste 100-150 jaar. Ja. En daarvoor wien natuurlijk de schilden en de wapens van de notabelen van weleer. Ja. En als dus er is net echt dat wordt natuurlijk... dat wordt historie en dat worden legendes en dat soort zaken. Dus die kleuren... hier is me de vraag van tevoren al stelt. Dus ik ben daarna vanzelf natuurlijk even wat naar het ziekje wist. Van, ken ik daar een goed antwoord op vinden? Dan ken ik denk ik het eerst maar even beginnen over het aantal zonen. Ja. Want als die in de hele oude vlagen, dan ben het ik wel eens njoggen. Zelfs wel eens alven wist. Okay. Maar de beste samenvatting is waarschijnlijk dat zon stiert voor een soort. Veeg. Okay. En er is ook wel een verhaal dat dan van de Zoon Eilanden wien voor de Zoon Zonen van koning Friso, de eerste Friese koning. Maar ja, ook niet vastgelegd, om het zo maar te zeggen. Net 100% duidelijk hier toe te gaan. Nee, het wordt natuurlijk hoe langer, of hoe verder dat je weer omging, hoe vager dat het wordt. Hè? Ja. En het witte en het blauwe. Dat het is een blauw vlak met witte banen. Hè, zo stiet het dan te boek om het samen te sezen. En altijd, ja, zis het maar. Het is waarschijnlijk vooral historie. Ik heb ik nog even zien van wat dan de heraldische betekenis van die kleuren binnen. Ah, dat ben dan moed en wiet is dan reinheid en dat soort spul. Ah, nou ja, praat er maar een punt om, denk ik dan. Maar daar kerst net echt, ja, dat is een stukje ontstaansgeschiedenis. En waarschijnlijk komt het van de wapens van weleer richting Denemarken en de Scandinavische landen. Want de oude Friese koningen die komen, naar het schijnt toch. Maar waarschijnlijk hier van die kanten waai. Dus het wordt een beetje vikingachtig eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nou, even een lang verhaal kwart om uit te zien. De vlaggen zat die daar hing, het kloppend wol qua streken en qua tal pompenbladen. Alleen nog maar de rondte bij het pompenblad aan de boppenkant iets rommer. Als er wappert is die hartstikke mooi. Maar als die wappert is die heel mooi. De puntvlagjes, die ene, daar klopt geen hout van, want die rint verkeerd om. En die horen, die kunnen maar ze hebben hier bij dat ene vlagje wat dus omhoog rint. Op zich wordt het goede doek broekt. Dus, warm, de kleuren in goed. Ze hebben de scheren er verkeerd om inzetten. De scheren er verkeerd om inzetten. En die horen, als ze nou de baasjes naar beneden daardoor bij dat puntvlagje, dan is het prachtig. Of prachtig, dat is het goed genoeg. Ik vond het prachtig als die weer is. En dat is dus even wat skietenslessen Joen heeft door de Friese vlag en hoe het wol en het mat. Ik zal het nooit weer vergeten. Ik krijg nog een prachtig mooie foto van Laus Matastjoerd van een tankwijn die het in de kleuren van de Friese vlag is. Werd de baan de goede kant op rinnen. En werd pompenbladen op steen. Nou, die zie ik dadelijk nog even bestuderen. Maar tiegetank.